Ik ben Daan Hulsebos, ik ben lid van de Hengelclub Vauxhall. En ik, als vrijwilliger bij de Pozo, organiseer ik deze viscompetitie hier in het Gorrechtpark. Ja, we staan inderdaad in het Gorrechtpark, best wel een mooie opkomst, allemaal verschillende mensen. Voor welke doelgroep is dit vooral? Nou ja, voor ouderen. De Pozo, dat is een organisatie die opgericht is voor ouderen. En dat houdt volgens mij in dat we een samenwerking van ouderenbonden. En die organiseert allerlei dingen, een scootmobieltocht, een fietstocht, een klootschieten, noem maar op. En dus ook viswedstrijden voor ouderen. En dat voldoet wel aan een behoefte, want we hebben gemiddeld 30 deelnemers hier. Ja, het wordt dan georganiseerd door Hengelclub vanuit Vauxhall. Ja. Wat houdt die vereniging precies in? Ja, de Hengelclub Vauxhall die doet voor zijn leden, organiseert hij ook wedstrijden en competities. En, en daarnaast doen we dit erbij. Ja, nu doet hij hier ook mee aan de viscompetitie. Waarom vindt u dit zo leuk om te doen? Het is vrij, je kan genieten van de natuur, er gebeurt altijd wat bij vissen. En vissen is gewoon leuk. Ja. En heeft u dan ook als doelstelling om dan een prijs binnen te slepen? Of vindt u het gewoon leuk om samen met deze mensen hier gezellig te zitten? Dat interesseert me niks. Ik vind het alleen gezellig hier met de groep hier zo en met de vrouwen. De meeste zijn allemaal van de camping, Groene Park. En dat doen we al jaren zo. Ja. Van de visvereniging hier van Hogezand, Pozo. Ja, je ziet ook vooral dat het meestal mannen zijn. Waarom vindt u het dan zo leuk om ook met deze vrouwen hier samen te vissen? Kletsen, hè? Wij hebben de naam ook, ja. Vrouw de kletsmujoers. Maar dat is gewoon zo, dat is gewoon gezellig. En het is niet alleen dat vissen, maar ook wat er om toe gebeurt. In de natuur, de een, alles. Oh. En wat is dan de vangst van vandaag? Nou, ik hoop dikke vissen. Maar tot nu toe heb ik een hele kleintje zo. Voor deze wedstrijd is het zo dat ze per keer, we hebben een competitie van 4 wedstrijden elk jaar. En ze betalen per keer 2 euro inschrijfgeld. En ze krijgen per wedstrijd worden er 3 prijzen verloot. En aan het eind krijgen alle deelnemers een gelijke prijs. Ja. En ik denk dat aan het eind van de wedstrijd wordt dan de score berekend. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou ja, het aantal vissen en het gewicht van de vissen wordt bepaald. Dus wat ze vangen, dat wordt bewaard in een leefnet. Die voldoet aan de eisen. En die worden na afloop, dan gaan we erbij langs. En dan noteren we wat ze gevangen hebben. En dan wordt via een puntensysteem wordt de volgorde bepaald. Wordt er dan in het Gorrechtpark ook veel vis gevangen? Hier wordt al behoorlijk vis gevangen en ook vele soorten. Dat hier vang je vorens en brasem en zeelt karper en van alles. Ja. En wat maakt het dan leuk om met al deze mensen samen hier samen te komen? Nou, ik heb de indruk dat die mensen het leuk vinden. Dat ze met andere ouderen een praatje kunnen houden. En daar komt bij dat we hebben ook een aantal dames die meedoen. Dus het is echt wel een gezelligheidsclub. Er zijn mensen die zien dit en die denken, hey, dat is interessant, ik wil ook meedoen. Hoe kunnen ze zich dan inschrijven? Nou, ze kunnen zich, de wedstrijden worden bekendgemaakt op in de krant en op de website. En dan kunnen ze zich, op het moment dat de wedstrijd is, kunnen ze zich hier aanmelden bij de Gorrechtpark. Ze hoeven zich van tevoren niet inschrijven. Zijn er dan ook nog voor die mensen een aantal eisen aan verbonden? We vissen met 1 hengel. En ze moeten een leeftijd hebben die aan de eisen voldoet. En voor de rest, voor de rest zijn er niet zoveel voorwaarden. Dus eigenlijk is het een activiteit die heel laagdrempelig is voor iedereen. Ja, dat is de bedoeling ook, hè?